Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Nele Pelgrims, op de 8e plaats voor het Vlaams parlement in Vlaams-Brabant en er zijn 8 dingen die je moet weten. Ik ben 36 jaar, ik ben van Aarschot, ik ben daar fractieleider en gemeenteraadslid voor CD&V. Ik werk voor de beste parlementair van Vlaams-Brabant, dat is Katrien Partika, Vlaams parlement 3e plaats. Ik hou van Aarschot en Vlaams-Brabant, ik hou van mijn vriend Peter en samen houden wij van KV Mechelen. En ik ben blij dat mijn familie me altijd gesteund heeft in de politiek. Waarom stapt u in de politieke strijd? Voor veel mensen is politiek een verre van mijn bedshow. En ik wil eigenlijk de politiek dichter bij de mensen brengen. En ik zou heel graag hebben dat mensen ook heel goed beseffen dat de politieke keuzes die zij maken, eigenlijk dat toch wel impact heeft op hun leven. En vooral ook impact heeft op hoe de maatschappij zich organiseert en hoe de maatschappij in elkaar zit. En daar wil ik me graag voor inzetten. Maar ik ben eigenlijk al actief vanaf ik heel klein ben. Want ik ben van huis en uit eigenlijk in de CD&V gegroeid. Mijn grootvader zat in de politiek, mijn vader, nu ik. Dus eigenlijk hebben wij een familielidkaart gedurende generaties al. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb een Aarschotse quote gekozen. Ze klapt tegen een hond met een noot op. Dat wil eigenlijk zeggen, ze praat tegen iedereen. Omdat ik het heel belangrijk vind van veel met mensen te praten en vooral ook veel te luisteren. Omdat dat is net de clue als politicus, dat je al die verhalen kan samenbrengen. En dat is de moeilijke, maar heel boeiende taak van iemand in de politiek. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, ik moet het niet ver gaan zoeken. Ik ben van thuis uit zeer politiek geëngageerd opgevoed. Dus mijn grote politieke voorbeelden zijn mijn vader en mijn grootvader. Die zich altijd heel zwaar ingezet hebben voor onze stad. En natuurlijk ben ik ook heel trots dat ik mag werken voor iemand zoals Katrien Partika. Omdat zij er heel goed in slaagt om eigenlijk het politieke naar de burger te vertalen. Maar ook hetgeen wat de mensen haar komen vertellen, mee te brengen naar de wetstraat. En dat hier dan in wetten te gieten die eigenlijk zeer toepasbaar zijn. En die voor mensen echt heel belangrijk zijn en heel duidelijk zijn. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb een zeer grote boon voor onze landbouw en voor onze landbouwers, onze lokale landbouwers. Omdat ik denk dat onze landbouw, onze lokale landbouw, niet alleen goed zorgt voor onze gezondheid, maar ook voor onze ecologische voetafdruk en ook voor hoe dat we samen leven en samen zijn. En dat zit ook wel wat gekoppeld aan beleid van ruimtelijke ordening. Want ik denk dat hoe we onze steden en gemeentes gaan structureren in de toekomst, dat ook gaat zorgen hoe mensen nabij elkaar zijn en hoe we daarmee omgaan. En dat er toch wel gaat voor zorgen hoe dat we in de toekomst ook aan vereenzaming en aan individualisme en zo kunnen werken, zodat mensen ruimtelijk, maar ook vooral goed met elkaar verbonden zijn. Wat kan er anders en beter in de politiek? Voor mij is de communicatie met de burger iets wat ik toch wat ik wel heel belangrijk vind. Ik denk dat we veel meer met onze burgers moeten praten en vooral moeten luisteren naar hen. En ik zie dat bijvoorbeeld hoe dat mijn Bazin dat gedaan heeft in Tienen. Zij heeft de Tien van Tienen, dat zijn ideeën van Tienenaar die zij meegenomen heeft in haar meerjarenplanning, in haar beleidsplan. Waardoor dat die ideeën echt tot uiting komen binnen de stad en waardoor je beleid ook meteen meer draagvlak krijgt. En ik denk dat we dat meer moeten doen, meer naar het luisteren naar de burgers, naar burgerparticipatie. Ik denk dat we soms te veel in hokjes denken. Ik denk dat de politici en misschien ook administratie, we soms nogal in hokjes denken, terwijl dat creatieve denken er zou voor zorgen dat je andere ideeën krijgt, meerdere ideeën. Mensen die vanuit andere sectoren komen, kunnen ook kinderen zijn, dat kunnen ook bejaarden zijn die ideeën brengen die zelf niet tot jouw leefwereld behoren. Maar die wel heel belangrijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van een stad of van een gemeente. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb thee meegebracht van Thee met een verhaal. Thee met een verhaal is een winkel in Aarschot. Van een zeer actieve onderneemster, Jess van Humbeek.
Zij is een prototype voorbeeld eigenlijk van hoe je met een leuk idee, als je daarop doorzet, dat je echt ervoor kan gaan en dat je dat kan ontwikkelen. En zij heeft nu 2 theewinkels in Aarschot en in Oostende. En ik heb het ook meegebracht omdat tijdens de campagne is een goede detox thee of een ontspannend theetje wel welkom om er dan achteraf terug tegenaan te kunnen gaan.